Hey, voordat we beginnen aan de aflevering, hier een belangrijke mededeling. Helaas is meer dan 50% van jullie niet geabonneerd. Ja, dus abonneer snel op de Videocorner podcast. Hiermee help je niet alleen ons, maar ook jezelf door niks te missen. Je kunt ons vinden op YouTube, Spotify en Apple Podcast. Dankjewel en door naar de aflevering. What does Marcellus Wallace look like? As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Yeah, baby! Yeah. Just leave it. But where? I have to return some videotapes. Yes, dames en heren. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Videocorner. Mijn naam is Arun. Mijn naam is Mirza. En ik ben Hakan. Ja, en vandaag zijn we weer bij elkaar gekomen om twee films, één serie. Ja, elke week weer. Maar in ieder geval, we zijn weer bij elkaar gekomen om één serie en twee films te bespreken. We gaan beginnen met Ferry, de serie. De spin-off, /prequel/sequel van... Van Undercover, Ferry, de serie. Vervolgd door Five Nights at Freddy. De lang verwachte film van The Game. The Game, inderdaad. The Game, inderdaad. Klopt. En... David Fincher's nieuwste film, The Killer, met Michael Fassbender. Maar ja, voordat we doorgaan, jongens, hoe is het met jullie? Hebben jullie nog wat gekeken? Hebben jullie nog wat gedaan? Vertel het nu. Nu zeg. Nee, ik heb weinig gedaan qua films. Ik heb niks gekeken eigenlijk. Ja. Ik heb zelfs The Killer niet gekeken. Oh. Ja. Maar ik ga wel aansluiten bij het gesprek, hoor, daar niet van. Kom wel goed. Nou, is goed. Dan doe jij de feitjes en dan doen wij de film. Akan heeft nog iets gedaan. Ik heb, druk weekje gehad. Ik heb niet echt films gekeken. Dus, Okay. Ja, ik heb gewoon de films gekeken die ik moest kijken. Ja. Voor de rest... Goed zo. Andere dingen. Ja. Waarom jij dan? De vorige aflevering was Hakan er niet bij, inderdaad. Nee, dus, dat klopt. Hij had in ieder geval geen zeggenschap over top of flop. Ik heb deze week niet zo heel veel gekeken. Heel veel politicussen zijn weer het land ingetrokken. Dus ik heb vooral heel veel Nieuwsuur, NOS op 3, College Tour en noem het maar op. Dus ik heb vooral politiek gekeken. Het neemt ook heel veel tijd in beslag, hoor. Ja. Dus je kijkt alweer zo'n anderhalf uur naar twee politicussen die met elkaar in gesprek zijn. Dus het vergt veel tijd. Maar het is belangrijk. Ja. Misschien kunnen we een keer een kijktip College Tour doen. De beste aflevering. De beste debat tussen twee politicussen. Nee, maar het is wel belangrijk op dit moment vooral. Er is heel veel gaande in het land. En we moeten weer een sterke kabinet... Ja, dat klopt. De macht geven, laat ik het zo zeggen. Ja, want binnenkort zijn we weer stemmen. Is dat onze kijktip eigenlijk? Dat we gewoon zeggen van ja, kijk zoveel mogelijk debatten. Ja. Misschien kunnen we een aflevering verkiezingsfilmpjes gaan beoordelen van de beste partijen. Gesprek tussen Omtzigt en Timmerman is gewoon geweldig. Ja, weet je wel. Die twee, je ziet gewoon de camerawerk is goed. Ja. Je ziet een kleine pen, je ziet een kleine zoompje. Dat is echt goed, weet je wel. De audio is gewoon goed, de muziek is gewoon goed rondgelegd. Geweldig. Nee, ik heb dat gedaan, dus die is heel erg boeiend. Ook weer wel. Wat zeg ik nou? Maar dus dat. Laten we naar de eerste titel. En dat is Ferry, de serie. Ferry. Ja, God non de you. Ferry is back. Ja, en hoe? En hoe? Ja, Ferry is weer terug, ja. Ja. Jongens, jullie hebben de serie bekeken. Yes. Hakan in één woord. Beginner. Serie. Beginner. Ja. Daar komen ze op terug. Arun. Goed. Goed. Ecstasy-pillen. Ja. Weet veel. Ja. Nee, maar goed. Snoepjes. Snoepjes. Nee. Welk woord zou ik kiezen? Puzzelstukje? Brabant. Brabant. Ik ga voor frikandelbroodje. Was het broodje. Yes. Maar Hakan, leg eens uit. Waarom beginner? Ja, beginner meer in de zin van... je ziet hem echt gewoon die beginstruggle doen, weet je wel. Van, om groot te worden, om echt groot te worden. Je hoort hem heel vaak zeggen van... ja, ik ben Ferry Bouwman uit Amsterdam. Mm-hmm. Maar in Brabant is het nog een beginner eigenlijk. Hij moet zijn netwerk nog opzetten in Brabant. Vandaar beginner, ja. Ik heb het idee dat je net in het verhaal instapt. Ja, man. Zou dat kunnen zijn? Klopt. Nee, dat wel. Ja. Maar ik bedoel, het is echt gewoon gebaseerd op deze serie. Ja. En ik heb het niet compleet afgekeken. Maar gewoon in Brabant zie je gewoon... hij is niet een beginner, maar het is
een begin in zijn netwerk in Brabant eigenlijk. En in Brabant. Ja. Brandt altijd licht. De Oroen. Goed. Ja, ik zei goed. Want, ja. Want wij hebben top of flop gedaan vorige week. Ja. Ik zei flop. Omdat ik dacht van, ja, meestal flopt het ook gewoon na zoveel pogingen. En dan, of ja, niet eens pogingen, maar na het uitmelken van concept. Maar dit was goed. Daarom ook gewoon heel simpel goed. Ja. Nee, waarom ik broodje zei, daar heb ik eigenlijk verder geen uitleg bij. Dat is wel duidelijk. Gewoon lekker. Gewoon lekker, ja. Als je hem kijkt, dan weet je wel waar het over gaat. Nee, maar waar gaat deze serie over, Ferry de serie? Ja, Ferry die is wanhopig op zoek naar geld. En die krijgt een gouden kans om een grote deal te sluiten. Als een van de grootste dealers in Noord-Brabant wegvalt. Ja. Ferry pakt deze kans zeker, maar dat gaat niet zo. Dat gaat niet zo makkelijk. Nee, dat gaat niet van een lijn. Dank je eigenlijk. Moeten we ook wel zeggen: dit is een. Voor de mensen die het nog niet weten: dit is een prequel. Ferry, de film, is een prequel van seizoen 1 van Undercover. Mm-hmm. En dan deze is een sequel van Ferry, de film. De film. Ja. En dat is een nieuw Ferry, de serie. Het is een geheel een spin-off. Ja. Maar het is dus ook weer een sequel van een prequel. Spin-off. Ja, ja. Dat is een beetje complex. Het is een beetje complex, maar wel slim gedaan, vind ik. Ja, en ze hebben alles uit de kast getrokken. Dus zo'n idee kreeg ik. Zeker, zeker. Want ik zag ook heel vaak op Amerikaanse websites, zag ik niet Ferry de serie, maar Ferry the series. Mm-hmm. Waardoor ik denk van, ja, ze hebben ook gewoon geprobeerd om het in het buitenland te pushen. Mm-hmm. En daarvoor hebben ze best wel veel uit de kast getrokken. Want het inhoud was best wel kwalitatief goed. Ja. Ja, dat klopt. Beter dan de meeste Nederlandse series die je tegenwoordig ziet op Netflix. Ja. Ook de Nederlandse films. Ik heb laatst bijvoorbeeld die crypto dingen gekeken. Crypto Boy toch? Crypto Boy of crypto zoiets. Boy? Was weer, ja, was gewoon een soort van Wolf of Wall Street 0.5 of zo. Weet je wel, zo'n jongen die succesvol is. En dan, ja, dan blijkt het een scam te zijn. En dan mislukt het. En dan wil hij alsnog zijn geld en zo. Dus het leek een beetje op Wolf of Wall Street. Maar dan van de lage landen. Ja. Maar is Ferry ook echt... wordt de serie ook echt bekeken in het buitenland? Ja, dat weet ik niet. Dat is niet. Maar het is dat is nog heel veel. Dus okay. Hij is ook letterlijk gewoon 2 dagen geleden of zoiets uitgekomen. Ja, en ja je ziet ook donderdagavond kwam hij uit. Want hij heeft nog geen cijfers ook op Rotten Tomatoes. Ja. En wat je net zei van dat ze flink proberen uit te pakken. Qua promotie heb ik gelezen, Netflix Nederland heeft er echt veel geld in gepusht. Want vorige week woensdagavond, was er een première in Veghel. Hebben ze dus een hele loods of een hele zaal hebben ze omgetoverd. Ja. Tot, dat was zeg maar de première. Daar waren alle acteurs. Luister. Oh. ze hebben nagemaakt een camping Zonnedouw met de chalet van Ferry. Er was een drugslab. Er was ook Freddy's frituur. En zanger Jan Biggel had er een optreden in café van de Pusaka. Jan Biggel is die aan het einde zong, toch? Zei dat niet? Dat weet ik niet. Maar hij is van dat liedje Je moeder zei nog, doe dat nou niet. Dat ken je vast wel. Die kale. Oh, nee. Ja, ik ken dat liedje wel. Die ken ik wel. Maar die zanger ken ik niet. Ja, ik dacht misschien is dat die... Ik weet zijn naam ook niet. Ja, aan het einde van de serie zingt hij toch ook. Mm. Ook aan de openingsscène van Undercover dat hij die chalet is verhuurd. Ja, ik dacht dat hij dat was misschien. Nee. Okay. Maar in ieder geval, 1500 mensen waren de gelukkigen. Die mochten die avond langskomen. En alles was gratis. Gratis snoepen. Ja, maar was toch... Ik heb ook wat gelezen, maar een speciale uitnodiging of zo... Ja, dat was voor die 1500 mensen waarschijnlijk. Ja, klopt. En, gratis drugs ook. Gratis Bavaria, frikandellen en worstenbroodjes. Gewoon de hele avond. En de foto's kun je gewoon vinden op internet. En er was ook iemand die heeft gewoon serieus een tattoo van Ferry op zijn arm getatoeëerd. Nou, ja. Jezus. Echt. En iedereen van de cast was aanwezig. Het was echt een superleuke avond. Ja. Nou, ik had dus ergens gelezen, want ik zag foto's voorbij komen. Voor de première, weet je wel. Dat mensen ook echt gewoon verkleed gingen. En een tijgerprintpakje aan, weet je wel. Pakje aan en dan gingen ze daar. Ja, ik wil dat originele zeggen. Alsof ze echt van de camping afkomen, weet je. En daar zag je beelden van. Maar blijkbaar was het een speciale actie of zo. En dan werd je dus gewoon echt uitgenodigd. Mm. En dan kon je gaan. Ah. Ja, dat was wel... Maar los daarvan, ook gewoon de serie zelf. Is gewoon kwalitatief is die wel gewoon een beetje vooruit gegaan of zo. Het verbaasde me op een of andere manier. Want ik had verwacht... We hadden het volgens mij de vorige aflevering... dat toen we aankondigden dat Ferry de serie zouden bespreken, van hadden we het over, ja, het zou weer uitgemolken worden. Ja, ik dacht, ze gaan weer gewoon een simpele verhaallijn maken of zo. Maar er is best wel een soort van over nagedacht bij aflevering. Ja. Ik kan me bijvoorbeeld aflevering 2 herinneren. Bij de opening
zag je bijvoorbeeld een inval. Mm-hmm. En dan zag je die Yannick en die andere Huub Stapel en zo, zag je ze allemaal koken. En dan werden ze overvallen. En toen dacht je van, oh shit, Ferry wordt overvallen. Yeah. En dan in één keer trekt Ferry die bivak af. En dan denk je van, oh shit, wacht. Maar dan kijk je verder bijvoorbeeld in de serie en dan zie je wel wat daar vooraf is gegaan. Ja, klopt. Dat is ook wel, ik vind dat wel vet hoe ze dat daar is echt doen. Over nagedacht. Ook klopt. Gewoon bijvoorbeeld, dan gaat hij bijvoorbeeld Ferry tappen. Ja. En dan gewoon die kleine details dat Ferry gewoon zo water, weet je wel. Gooit hij zo water, weet je wel. Dan denk ik van, oh shit, gaat hij het draadje zien. Maar dat zijn allemaal van die kleine dingen waar gewoon iets meer aandacht in zit dan een normale verhaallijn schrijven. Ja. Je leeft gewoon een beetje mee of zo met Bob was het? Die van de kapperszaak? Dat was Marco. Marco? Ja, Marco. Oh ja, dat was Marco. Marco. Ja, ja, ja. Dus er zitten heel veel dingen in het verhaal. Waardoor gewoon, er is gewoon veel meer aandacht ingestoken dan voorheen. Ja, maar jongens, zien jullie nog kansen dat er nog een seizoen komt? Jawel, man. Ja? Ja. Hoe weet je dat? maar hij pakt gewoon goed uit. Maar, heb je het einde gezien? Ik heb het einde niet gezien. Ja, ik heb het niet afgekeken. Maar ik bedoel, ik denk wel dat er een vervolg zal komen. Omdat de serie is gewoon, hij is pakkend. Nee, maar weet je waarom? Er gaat een vervolg komen, denk ik. Ja, er zal waarschijnlijk wel een open einde zijn. Ja, je hebt het einde ook gezien, toch? Ja, ja. Ferry is nog niet op het punt waar hij was bij het begin van seizoen 1 van Undercover. Ja. Dus daarom denk ik dat er wel een tweede seizoen gaat komen. Dat bedoel ik. Er zal waarschijnlijk wel een vervolg komen met open einde. Want bij is, maar Undercover hadden ze het over de grootste drugsbaron van Noord-Brabant. Ja, was hij op het einde van deze serie was hij dan nog niet. Nee. Ja. Maar hij moet werken naar dat punt. De serie, Ferry Bouwman is wel, het is gebaseerd op een waargebeurd verhaal las ik ergens. Althans, deels. Ze hebben de inspiratie hebben ze ervan uitgehaald. Ja, 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 ja. Dat was van een Brabantse campingcrimineel, zo staat hij op internet. Ja, klopt. Daar hebben ze dus heel veel inspiratie van uitgehaald. Peter Gillis? Jannes van Wee. Okay, nee, ik ken al die mogen we volledige namen zeggen? Jannes van Wezenbeek. Jongens. Ik edit de foto erin. Nee. Zijn foto's is vinden. Maar hij zegt zelf dat hij er wel om kan lachen. Ja, maar zijn schoonzus, die heeft wel tijdens toen Undercover uitkwam, heeft de serie proberen te stoppen. Omdat ze dacht dat de schade zou worden geleden aan de familie. Weet je wel, pesterijen, dat soort dingen. Maar dat is niet gelukt. Ja. Maar Netflix zelf geeft aan dat het toeval is dat het beetje gebaseerd is. Oké. Dus, ja, maar ik denk ook dat je heel veel, ik denk heel veel mensen die nog niet eens zo bekend zijn, dat ze in die business zitten. Mm. Dat je ook kan zeggen, het is gebaseerd op hun. Maar ik denk dat er best wel veel mensen zitten in Brabant die in de chalet wonen en die ondertussen ecstasypillen drukken. Ja. Jij zegt net, het is toeval. Ja. Netflix zegt dat het toeval is. Ja. Maar ik heb net op internet bijvoorbeeld gelezen dat ze inspiratie uit zijn verhaal hebben gehaald. Ja, ja, maar dus misschien voor Ferry de over kunnen komen. Maar misschien voor Ferry de serie, maar voor Undercover niet. Undercover dus dat niet. Kan. Ja. En wat ik nog super vet vond is die Yannick van der Velde heet hij volgens mij. Ja, die we ook kennen van Rundfunk. Ja, die we kennen. Ja, Yannick van der Velde, hij heeft best wel een goede haircut. Ik vind dat hij die haircut gewoon elke dag moet rocken. Maar ik vind hem ook goed spelen, hoor. Hij speelt ook echt goed. Echt goed. Maar ook deels door hem, denk ik, van er moet nog een vervolg komen. Want als je kijkt hoe hij eruit zag bij Undercover Season 1, daar was hij er best wel wat doorheen. Daar was hij er echt doorheen, weet je wel, qua drugs. Ja. En ik vond dat hier nog wel meevallen aan het einde toe. Maar ik vind hem ook zo, qua personage vind ik ook dat hij zich soms wel makkelijk meelaat slepen door Ferry. Hè? Ja, hij is naïef. Hij is naïef, hè? Maar ook gewoon de gebeurtenissen in Amsterdam. Ik denk dat hij daarvoor een beetje dankbaar is. Ja. Want Ferry die had hem toch juist, je ziet haar ook laten bellen en vragen van, als Ferry dat niet had gedaan, zou je dan nog leven? Ja. Ferry of zoiets, zei ze. En dan zei hij dat. Dus daarom denk en ik toen, dat was wel het punt dat Danielle dan zich weer keerde tegen die familie. En tegen weer Marco. Ferry. Nee, super toffe serie, man. Er is echt moeite ingestoken. En ik denk dat er een vervolg aankomt. En ik kijk uit naar een vervolg, man. Ja. Als ze er gewoon weer op deze manier gewoon aanpakken, gewoon de effort insteken, dan kijk ik er echt naar uit. Ja, en wat ik nog wou zeggen, Ferry Bouwman. Bouwman. Gespeeld door Frank Lammers. Ja, ook dat goed. Is gewoon top, man. Ja, hij wordt ook. Die rol is geschreven voor hem. Ja, is geschreven voor hem. Maar past hem precies. Ik kan me wel voorstellen dat mensen nu als ze hem erg buiten zien. Net als bij Rowan Atkinson, Mr. Bean. Ja. Weet je wat toch? Ja, maar dat is hetzelfde met Harry Potter. Ja, of je Jumbo, ziet hem gewoon niet in een andere rol. Of Jumbo-reclames. Of Jumbo-reclames, ja. Jongens, we moeten deze. Boven nog een 7 op hier. Ja, hier ook. Dat was die toch? Ja. Van Jumbo.
Gaan we het afronden, jongens? Als jij dat wilt. Ik wil het graag, want ik wil er niks meer. Ik heb niks over te zeggen, jullie? Niet zo heel veel nee, meer. Nee, maar ja, ik heb niet afgekeken nog, dus. Oh ja. Ja. Oh ja. Zet er jouw microfoon uit. Sorry. Moeten de mensen deze serie checken? En een conclusie en een rating? Ja, ik check hem alleen als je aan de cover en zo eerst checkt. Toch? Ja. Zou het handig zijn dat, dat ze Ferry de film eerst gaan kijken? Ja, ja, ja. Of we breken de dingen. Kijk Ferry de film en dan kijk Ferry de serie. Seizoen 1 en dan waarschijnlijk een seizoen 2. En dan pas undercover. Juist. Dan zou je nog even moeten wachten met undercover. Juist. Klopt, klopt, klopt. Maar ik denk dat heel veel Nederlanders hem al hebben gezien. Nou, dit is echt een... de undercover was ook echt een grote serie binnen Nederland. Dus, en België. Dus maar ja, check hem, man. Rating? Wat geef je voor cijfer dan? Ik geef het 4 sterren, man. 4 sterren. Ik vond het echt goed. Ja. Ik vond het echt leuk ook. Ik heb er gewoon, omdat ik kon het niet in één keer kijken, maar als ik de tijd had gewoon om in één keer te kijken, dan zou ik het in één keer kijken, ja. En kijk toch makkelijk weg, vond ik. Kijk ook heel makkelijk weg, klopt, ja. Dat wel. Hakan. Ik heb Undercover niet gezien, ik heb Ferry de film niet gezien. Maar ik geef het een 4, gewoon puur. Want ik kijk de serie is goed. En dan ben je nieuwsgierig wat er vooraf is gebeurd. Mm. Dus ik ben ook begonnen met de film. Ik heb wel het eerste half uurtje heb ik gezien. Maar voor de rest, ik geef het ook een 4, man. Het maakt je nieuwsgierig, je wilt meer weten. Ja. Nee, ik vind het slim dat ze hebben ingespeeld tussen Ferry de film en Undercover. Heel goed gedaan. Ik moet wel zeggen, Ferry of Undercover was eigenlijk best wel na seizoen 2 ook ruk gewoon. En dan hebben ze het soort van proberen te herstellen bij de derde door Ferry er weer in te doen. Ja. En dan was dat ook niet echt een succes. Ja, maar mijn mening. Ferry was volgens mij, heb ik het idee, een beetje de redding van Undercover, toch? Ja. Maar ja, dat ze dit hebben gedaan vind ik beter dan dat je nog doorging met seizoen 4 van Undercover en dan Ferry weer op een manier proberen in te krijgen. Ja. Want er is nog een extra film over Bob, die undercover agent, dat was dan niks geweest. Nee. Weet je wel? Niemand kijkt ook denk ik voor de Bob. Nee, ja, bijvoorbeeld. Ja. Iedereen keek van Ferry. Maar ja, seizoen 2 was Ferry eruit, zat hij vast. Ja. Van Undercover. En ik denk, ik weet de cijfers niet, maar ik denk dat de cijfers zo slecht waren dat ze zeiden van, ja, we gaan in seizoen 3 ervoor zorgen dat Ferry weer terug is. Juist. En gaat samenwerken met Bob. Ja. Nee, ik geef zelf ook een 4. Dus dan zijn we concreet 4 van de 5. Dat is makkelijk rekenen. Dat is makkelijk rekenen dan. Dat is gewoon 4 keer 3 delen door 3 is weer 4. Ja. Weet je het nou, Ferry, de serie die te zien is op Netflix. Wij geven die 4 sterren. Dan zijn we dan, film nummer 2. Five Nights at Freddy's. De tweede film die dit jaar is een verfilming van een game. Is de tweede film dit jaar. Is dat zo? Ja, Mario. Super Mario was de eerste. Okay. Ja, je hebt ook heel veel series, hè? Je hebt The Last of Us heb je gehad. Maar film, hè? Ja, maar ik heb het echt over film, hè? Oké. Wat vonden jullie van de film? Eén woord? Eén woord? Ik vond het verrassend. Ja, dat heb ik ook. Ook verrassend. Nee, meer zijs. Nou, sorry. Maar... Ja, verrassend. Lastig. Kinderachtig? Nou. Kinderachtig. Ja? Ja, kan. Dat kan. Nou, ik had ook verrassend. Oké. Nou, Mirza, jij zei flop. Ik zei flop, ja. Jullie zeiden allebei kijk, flop. Kijk, die flop en het... flop ook flop, ja. Ja, weet je, die flop en top in mij moet je ook soms niet al te serieus nemen. Ja, maar dat is gewoon first impression. Is dat gewoon. Ja. Ja, dat is gewoon vragenvuur. Is dat, ja, oké, dat klopt. Nee, want ja, ik zei het kinderachtig. Ik weet niet, ik had... het wordt gelabeld als een horror. Ja, dat klopt, maar... Maar ik was er niet echt onder de indruk, laat ik het zo zeggen. Ik vond het een beetje... Ja, ik voelde de film niet. Mijn persoonlijke mening verder. Maar jullie waren verrassend. Waarom? Ja, ik had verrassend. Ik had eigenlijk helemaal niks verwacht van die film. Ik dacht van, ja, dit is gewoon weer zo'n film. De game is succesvol, laten we gewoon een film van maken. Juist. En het is wel goed. Maar, want dat is een trend, toch, tegenwoordig? Ja, dat is wel een trend tegenwoordig. Maar ik heb wel gewoon van, ja, ik keek ernaar. En het was niet verkeerd. Ik zou niet nog een vervolg van maken. Of nog een serie erbij maken. Of wat dan ook. Ja. Het is hierbij wel genoeg geweest, maar hij was wel verrassend goed. Ik heb wel gewoon genoten tijdens de film. Ja. Nou, ik niet echt, ik weet niet. Haak aan het ook verrassend, waarom? Ik had verrassend vanwege de records die
hij eigenlijk heeft gehaald. Dat oh ja, gewoon cijferwijs. Vanwege de cijferwijs. Ik had dat had ik niet verwacht. Ik zei net trouwens de tweede film. Verfilming van een game. Het is eigenlijk de derde verfilming van een game. Maar wat ik bedoel is de tweede succesvolle verfilming van een game van dit jaar. Ja, het is eigenlijk gemaakt voor Peacock, hè? Maar het draait eerst in de bioscopen en het heeft een box office 112 miljoen opgeleverd wereldwijd. Ja, en in zijn eerste weekend heeft hij gewoon het is de beste startende horrorfilm van 2023. Ja. In zijn box office weekend heeft hij gewoon 80 miljoen opgehaald. Ja, maar ik vind ook, het is ook niet echt heel moeilijk dit jaar om beste horrorfilm opening te krijgen. Ja, maar opening. Maar bovenaan, ja, wat is de concurrentie? Ja, de Exorcist, die heeft de tiende uitgebracht, maar die was gewoon... De Nun. Nun 2. De Nun 2 was ook weer gewoon... Ja, Scream 6. Ja. Dat was best... Nee, maar het zijn gewoon alweer het tiende deel van Scream. En, snap je? Daarom. Dit is vernieuwend. Dit is verrassend. Ja, maar het verbaast me eigenlijk. Want ja, ik had niet verwacht dat het zo erg zal uitpakken. Want het is een horrorfilm voor 13+. Ja, kijk. Daar ja, heeft het ook nog een record. Het heeft ook gewoon opgeleverd door die hype van de game. Niet iedereen kijkt er naar dezelfde manier als hoe wij ernaar kijken. Hè? Heel dat veel is mensen ja. die denken van, oh ja, weer een nieuwe, laten we maar gewoon naartoe gaan. Ik heb wel een paar recensies gelezen dat je wel de film anders beleeft als je de game hebt gespeeld. Zou dat kloppen? Denk je? Je hebt het niet gespeeld? Nee. Oké. Want er waren heel veel verwijzingen blijkbaar naar in levels. Weet je wel, dat in gameplay en zo. Ik heb wel een beetje gameplay gezien van vroeger nog, weet je. En dan zit je... Het begon eigenlijk met gewoon zo'n simpele klikspel. En dan zit je in je kantoor en dan heb je beveiligingscamera's. En dan kun je klikken en dan kom je terug. Dan kun je klikken, kom je terug. En dan moest je twee van die deuren heb je dan. Die moet je dan altijd op slot doen als ze in de buurt zijn. En dan later kwam er een nieuwe uit. Totdat er een keertje echt gewoon een first-person game uitkwam. En dan loop je door zo'n grote pizzeria met allemaal geheime kamers en noem het maar op. En je kan gehunt worden, maar dan heb je allemaal tasks en zo. Dus die heb ik wel gekeken. En ja, dan die karakters en zo. Ja, die komen terug in de film. Ja. Je hebt je allemaal. Je hebt Freddy en je hebt zo'n kip heb je. Zo'n konijn. En wat is er nog meer? De Yellow Bunny. Je hebt die vos. Ja, die kip. Die was dat een ding? Ik dacht dat het een kip was. Dat is de Yellow Bunny. Dat is die op het einde. Ja, oké. Okay. Nee, ik dacht dat het een kip was. Maar ik weet alleen niet wat wat dat kleine hoofdje... Oh, dat was een cupcake. Dat was een cupcake, ja. Ja. Maar waarom het zo verrassend was... Ik eigenlijk best wel gewoon... Het had gewoon goede elementen van een horrorfilm of zoiets, man. Het was gewoon thrilling, was gewoon angstaanjagend. Je zit in een kantoortje, hij is aan het space en... Oké, dat hele ding is bullshit, weet je wel. Dat hij droomt en als hij daar komt, droomt hij nog harder. En dan inderdaad. Dat vond ik bullshit, maar... Gewoon het moment dat hij wordt opgejaagd door die beesten en zo, dat vond ik wel thrilling. Nou, ik raakte niet echt bang. Ja, om eerlijk te zijn. Nee. Want ik zag dat het van Blumhouse Productions is. Ja, die is ook van Insidious, van The Purge, Paranormal Activity. Ja, maar dat noem ik dat nog horror. Niet, dat is nog niet echt de niveau dan, vind ik dan. Nee, maar het hoeft ook niet altijd gewoon datzelfde soort horror te zijn. Hè. Dat zijn allemaal van die sinister dingen, type horrorfilms. Ja. En dit zijn gewoon robotdolls en die in de nacht tot leven komen. Ja. En die komen je halen als je niet oplet. Ja, dat is gewoon een andere type horror. En wat maakt een horror een horror? Ja, het is gewoon die schrikelementen. En die schrikelementen waren die best wel goed. Hakan, die heeft het ervaren. Ja, ik... best wel goed. Alhoewel Hakan niet echt een maatstaf is voor schrikelementen. Schrikelementen zijn goed. Maar laten we even heel serieus zijn. Ik schrik snel. Oké. Ik schrik gewoon snel. Als ik al uitgeput ben en ik zit in een bioscoop. En ik schrok eigenlijk twee keer. En twee keer was het hoe kan je uitgeput zijn? Dat was nog onze eerste film. By the way, we hebben eerst... deze keken en daarna zijn we doorgaan naar de killer. Ja, klopt. Killer, de eerste 10 minuten waarschijnlijk niet eens gezien. Tot van de reis was die... Maar nee, het was op een zondag en zaterdag was een beetje laat geworden. Maar ik schrok dus van... in twee scènes schrok ik. En er was gewoon alle twee om dezelfde reden. Dat vervelende poppetje wat in die locker zit. Dat kleine ding. Maar het gaat me niet... Het ziet er niet eng uit of zo, maar het is in één keer zo... Doem, staat in één keer voor je, weet je wel. Dat is en je zit zo onderuit gezakt, kijken naar die film, weet je wel. Ja. Je verwacht er niet aankomen.
Ja. Dus, en dan is bij mij al... Nee. En dat is mijn schrikken, weet je. Heel veel, maar ik ben al lang blij dat ik niet dat schreeuwen heb. Weet je, als je schrikt. Sommige mensen die schreeuwen ook als ze schrikken. Ja. Ja, ja, weet je, ja, ik ben, ja. Ja, moet je nagaan. Dan zit je met mij in een horrorfilm en hoor je om de vijf minuten iemand schreeuwen. Dus, maar er zat ook gewoon goede feel-good momenten in, man. Toen dat kindje zo die hele robot gang bij elkaar had. En... stonden ze allemaal om dat kind heen zo. Ja, dan kreeg je een heel verkeerd beeld. Het zag er heel raar uit, hoor. Maar goed. Ja, maar in ieder geval dat ze dan in één keer zo handje openen, handje schudden, dit en dat. Dat was wel een feel-good momentje, toch? Ja. Ja, ja. Maar ja, je vertrouwt ze ook weer niet. Dat is ook zo. En dan ben ik ook maar stel je voor, zet jezelf in de voeten van de beveiliging. Ja. Van die beveiliger. Ja. En je komt daar de tweede nacht en je ziet die beren zo rondlopen, weet je wel, alsof ze een eigen leven hebben. Wat zou je doen? Zou je dan gewoon de derde dag nog komen werken? Had hij de tweede dag al door dat ze dingen waren? Nee, toch? De eerste dag had hij niet door, ging hij gewoon gelijk slapen. De eerste dag, klopt. Eerste dag toen hij gewoon. Dat meisje ging zoeken, toch? Ja. Toen zag hij het pas. Toen zag hij dat pas. Ja. Maar toen ging hij ook was weg. De derde dag dan. Die derde nacht was dat. Maar hij kwam, hij kwam later nog terug met zijn met ja, zijn maar de reden dat hij terugkwam is omdat hij daar die dromen zag van zijn broertje, toch? Ja, dat is leuk en aardig. Maar ik zal oprecht, als ik de eerste dag bij kom, weet je wel, je bent helemaal alleen in zo'n afgelegen pizzeria waar al 20 jaar daar staat, maar gewoon niet vernield mag worden. En je komt binnen en je ziet alles zo. Dus ik ben mezelf denk van, wat doe ik hier, man? Ja. Ik zou, als ik jou... Ja, als jouw broertje nu luistert, die zou ik wel teleurgesteld zijn als ik jouw broertje was. Ja, maar laten we eerlijk zijn, ik zal mijn broertje niet terug gaan vinden uit een droom. Nee. Ja, maar hij probeert te achterhalen wat er is gebeurd van zijn broertje, toch? Ja, die is ontvoerd. Nou ja, je probeert er nu goed te praten. Nee, maar het is ontvoerd. Het is best fucked up. Als je broertje niet luistert, snap ik dat hij teleurgesteld zijn jou. Denk eens even logisch na, weet je wel. Je broertje is ontvoerd. Ja. En dan ga je de hele dag, ben je aan het werk en doe je andere dingen. Ben je aan het koken voor je zusje, dit, dat. Mm. En dan s'nachts denk je van, oh, ik moet dromen zodat ik mijn broertje kan vinden. Ja. Hij heeft wel. Uiteindelijk heeft hij wel ontdekt wat er is gebeurd met zijn broertje, toch? Ja, dat heeft hij dan wel weer uiteindelijk. Ja, aan het einde toe. En hij heeft, die guy heeft hij ook gewoon... Jezus. Ja. Ik weet niet hoor, maar ik zal gewoon... Na de eerste dag als ik binnenkom, ik zeg... Nope. Ja, ik heb hier niks te zoeken, sorry. Nee, maar ik heb ook gelezen Matthew Lillard. Hij speelt die counselor, die world counselor. En ook die heeft in een podcast gezegd... Dat hij heeft getekend voor een 3-picture film deal. Voor deze franchise. Oké. Okay, nou, dus, godverdamme. Ja. Echt. Gaat er dus, nog weer... we kunnen nog wat verwachten, drieën. Blijkbaar. Ja, leuk. Nee, ik vond het wel, voor één keer vond ik hem leuk. Ja. Gaan we naar deel 2? Ja. Ja, we doen films, hè. Dus ja. Staan we erop te wachten? Nee. Als het een boek of een game wordt, weet je wel, dan zijn we wel safe. Maar als het een film wordt, dan zijn we fucked. Nee, maar ja, het is ook weer... Ja, het is Peacock. Het is ook een streaming service. Die streaming services zijn daar hartstikke goed in, toch? Hij was ook direct te zien op Peacock, volgens mij, of niet? In Amerika volgens mij wel. Ja. Maar hij draaide ook in de bioscopen. Gek. Hier in Nederland. Ik weet eigenlijk niet precies hoe dat in elkaar steekt. Ja, dan zou je zeggen, hoe pakken ze dan geld, zeg maar? Dan gaat iedereen naar Peacock, toch? Ja, maar het is ook gewoon een extraatje, toch? Ja, oké. Als je het op Peacock zet, dan heb je gewoon abonnees. Maar als jij uiteindelijk eerst even in de bioscoop laat draaien... Ze hebben 120 miljoen binnengehaald binnen een weekje. Ja, dat is doe daar je kosten vanaf. Dus volgens mij zijn de kosten nog niet eens 40 miljoen. Maar laten we zeggen, je haalt er 40 miljoen kosten vanaf. Ja, dan heb je nog 80 onderaan. Ja, dat is ook zo. En dan gooi je hem lekker op Peacock. Of je doet hem gelijk op Peacock. Dat is bij dingen ook het geval. Bij Killers of the Flower Moon. Die had 40 miljoen verdiend. Maar ja, dat is... Nee, zou die iets meer 80 miljoen of zoiets? Maar ze hadden iets van 200 uitgegeven. Mm. Maar dat is nog gewoon extra inkomen. Want als je hem op Apple gooit, dan draait hij daar gewoon. Dat hebben we straks ook bij de volgende film, toch? Ja, ook. Ja. Conclusie en rating. Zullen we dat eens even doen dan? Zullen we even kijken naar de cijfers? Kan pak de cijfers eens voorbij. Ik pak de cijfers er even voorbij. Jongens, vertrouwen jullie Wacht. Even kijken, welke van? We hebben Internet Movie Database. Ik zeg het niet meer. Daar wacht hij op. Dat weet ik ook. Ik wou het eerst ook zeggen, maar hij zegt wacht even. Nou, dan... IMDB, ja. IMDB geeft het een 5,6. Oei. Ja, Tomato Meter.
28%. 28% en de audience score die geeft het 89%. Ja. En dan wil ik even antwoord geven op jouw vraag. Maar ik ben het eens met de audience. Hij is gewoon voor één film is die best leuk. Ja, hij is leuk voor een film. Maar even op Mirza's vraag, neem jullie of ik het serieus neem? Tomatometer. Toch, we hebben toch heel vaak dat we een beetje... Dat echt... Tomatometer is altijd 100%. Ja, maar het is niet, ligt niet altijd in de lijn met IMDb en Letterboxd. Nee. Toch? Nee, maar het is ook gewoon op Tomatometer en IMDb. Dat zijn gewoon... die kijken naar andere aspecten van een film. Dat is gewoon een soort van vakjury. Juist. En die kijken dan van, ja, hoe is het camerawerk en hoe is dit? Hoe is audio? Hoe is dit? En hoe is zus en zo? Ja. Hoe zijn die elementen gebruikt? En Letterboxd is puur het volk, toch? Het volk, Dat scoort een 2,7. Ik kan zeggen, het volk is een beetje cheap. Nee, maar het was ook gewoon leuk. Als je gewoon even door al die bullshit... ik noem het wel bullshit, maar... Als je door al die technische dingen en zo allemaal doorheen kijkt... dan is het gewoon voor een keertje, voor een avondje... gewoon een film kijken. Is best wel leuk. Ja. Dat had ik dus vooral met deze film. Ja. Daarom zei ik ook, ik verrast. Gewoon verrassend. Okay. Ja, maar het is ook een horrorfilm voor 13+. Ja, het valt dat in mijn categorie. Ook. Ja, ja dat dus. Ook. Maar ook in mijn categorie, want ik ben ook 13+. Ja. Maar de meeste horrorfilms... Ik nog niet. De meeste horrorfilms zijn gewoon 18+. Dus als je dat gewend bent, is dit in één keer een stuk minder. Dus ik snap het. Ik snap je in de kant ook wel. Nou ja. En gaan we een cijfertje geven? Letterboxd 2,7. Letterboxd 2,7, ja. Ja, Letterboxd. Dat is dan wel weer mensen die het beoordelen. Maar Letterboxd zijn we echt... niet iedereen heeft een Letterboxd. Laat ik het zo zeggen. Echt de meeste filmliefhebbers hebben een Letterboxd. Okay. Ja. Waardoor daar dan weer de cijfer lager uitvalt dan een Rotten Tomatoes. Rotten Tomatoes is tegenwoordig gewoon een graadmeter van mensen. Van, moet ik die film kijken? Kijk even op Rotten Tomatoes. Bam. Ja, leuk. Oké, dan ga ik. Ja, okay. Ja. Dat is het een beetje. En daarom konden bedrijven ook gewoon betalen aan Rotten Tomatoes van hogere cijfers. Ja. Want het helpt echt. Het helpt echt. Ja, natuurlijk. Ja. Als jij daar gaat kijken. Conclusie en rating vroeg je? Ja, conclusie en rating. Leuk, verrassend, voor het eerste keer. Daarna niet meer. Ook geen vervolg maken. Houd hierbij. Maak desnoods een tweede game. Dat boeit mij niet. Ik speel het toch niet. Maar ik geef het wel een 3,5. Een 3,5? Ja. Oh, meer zo? Ja, zoals ik al zei, niet echt mijn film. Voor een keertje is wel leuk, zeker. Die animatronics vond ik wel best wel... gek uitzien. Ik weet niet hoe ze dat hebben geflikt. Maar ik vond het wel echt mooi gemaakt. Jij wil thuis ook een... By the way, ik vond, ik vond die dingen moordscènes vond ik dan wel weer raar. Dat zo'n hand uit die animatronic komt. En dan... Oh ja, dat was wel... Ja, dat is raar. Maar, sorry, ik onderbreek je. Nee, maakt niet uit. Over een meisje. ja. Oh, zeg ook even sorry. Ik was even aan denken. Zeg sorry. Ook even wat onderbreken. Sorry. Ja, okay. Nee, ik wil alleen even een cijfertje geven. Dat is... ik geef het een 3 eigenlijk. Oké. Okay. Ja, een 3. Gaan we voor 3. Hakan? Ja, ik geef het ook een 3. Maar het is meer van... ik hou van horror. Vooral de laatste paar jaren. Vroeger keek ik het echt nooit. Maar, ik vind horror alleen met Halloween leuk. Nee man, ik vind... Als er een goede horror uitkomt, dan wil ik het wel kijken. Maar het liefst in de avond. Ja, gewoon s'nachts. Weet je wat wij hadden doen? Gewoon om 12 uur naar de film. Juist. dat is wel leuk. Maar dit is niet de horror die ik... Ja, eigenlijk verwacht. Ja, weet je, je bent andere horror gewend. Je kijkt naar Sinister en dat soort dingen, weet je. En dan krijg je dit. Hij geeft een 3. Ik wil nog wel bij zeggen dat mensen wel moeten kijken. Ik vind wel leuk. Ik wil wel dat ze hem wel een keer moeten zien. Ja, voor één keer. Voor een keer zien. Ik zeg het al de hele aflevering. Voor één keer is hij leuk. En dan? Nooit meer. Nooit meer. Nee. Op achterslot en grendel. 3,5, 3. Ja, laten we gewoon zeggen 3 sterren. Dat is een 3. 3 sterren voor Five Nights at Freddy's. Jongens, Hakan. Hebben jullie zin in wat lekkers? Hebben jullie zin in wat lekkers? Ik weet niet wat je nu gaat over. Ik heb fluffy stuff bij me. Wat? Fluffy stuff. Dit is weer een van de... Laten we zien aan de camera. Even aan de camera. Voor de mensen. Tas weer. Cotton candy. Dit is weer een van de geweldige spullen die uit de snackbox kwam. Peanut free, dit is ook gelijk free. Het laatste stuk. Dus als je links bent en je komt uit Amsterdam de pijp, dan kun je dit eten, want hij is peanut free en gluten free. Kijk eens. Dus ja, dus het kan. Dat kan. Dus, rainbow sorbet. Hoe noem je dat uit? Sherbet? Ja, hij is gewoon cotton candy. Ja, hij is cotton candy. Knallen we nou, knal hem even open dan. Ja, er is nog een smaak. Oh, we mogen we niet openen. Cotton candy. Oeh. Nee. Oh, wel. Ja. We gaan hem openen. Jongens. Straks staan we hier te trillen. Ja, of niet? Van dat suiker. Dat is wel erg. Cotton candy is wel echt gewoon een suikerbom.
Ja, ja, hou hem anders helemaal in het tegen het microfoon aan. Ja, nee, dat... jongen, gast. Ik ben hartstikke doof van, jongen. Moet hem even opschweren. Ben doen nog. Ja, cotton candy. Juist, doen we even zo. Doe maar even zo, hoppa. Ja. Gewoon, oh fuck. Het ziet er groen uit, dus aan jullie het eer. Het is gewoon één bom. Oh, gewoon. Ja, ja, het is gewoon, ik dacht dat het in stukjes, weet je wel. Zo. Een beste brok. Hoe noem je dat? Nou, ja. Ik vind het mooie van suikerspin, vind ik ook altijd. Dat je zo'n hele brok in je mond houdt en dan in één keer alles weg. Een hele brok? Ja. Van Pokémon? Dat is zo'n hele brok. Brock Lesnar. Nou, is weg. Oh, linker. Zomaar, zo is het water. Dat is in water, ja. Ja, dat, niet in mijn water. Mag ik hem in jouw water doen? Ja, maar goed. Zo'n klein stukje, jongen. Oh, hij is weg. It's foodsie. It's gone. Even, binnen één seconde is het weg. Ja. Gek. Je hebt nou blauw water. Doe eens goed aan drinken. Ja. Zal het smaken? Ja, we gaan wel. Hij is gewoon suiker. Mm. Weet niet meer kleurtje erin. Een beetje regenboogkleur. Ja, nee, niet zoveel. Niet zoveel. Niet zoveel. Klein beetje. Doe dat maar in jouw eigen glas. Of niet. Kijk jongens, let op. It's lessons, magic. Lessons in chemistry. Magic. Wow. Finished. Wow, wat mooi kleur, hè? Ja, drinken, drinken, drinken. Joke. Ochtend urine. Ja, man. Oh, nee. Dit is nog best lekker ook, hè? We hebben iets nieuws ontdekt. Nou, ga ik het proberen ook. Is, ja. Straks is het nog wel echt vies, maar je hebt haar geflasht. Heel stuk. Jezus, het verdwijnt gewoon, jongens. Het smaakt er gewoon alsof eigenlijk... Gewoon het smaakt eigenlijk gewoon naar water, wist je dat? Ja, ik nam een hele glas water. Ja, ik kan helemaal in... Koningsdag thema. Oranje boel. We zitten hier dit is gewoon water. Hello, man, je god de fles. We zitten hier te experimenteren. Doe zo'n plant erin dan. Dit is gewoon een chemistry podcast. Op het einde proef je het wel. Ja. Een chemistry podcast. Ja, maar we gaan het hebben over hoe je ecstasy maakt. Even een vraag. Zou je suikerspin halen tijdens het kijken van een film? Als bij Pathé nou zo... Ja. Je kent die emmetjes toch? Met suikerspin? Zo, ja. Wat je op de kermis kan krijgen. Maar, zo fucking zoet. Maar, ik heb bijvoorbeeld na een klein beetje heb ik het al genoeg gehad. Klopt. Maar ik vind het wel lekker. Ik heb het al een tijdje niet gehad. Nee, maar stel je voor, nou, je hebt zo'n suikerspin op zo'n stok in de bios. Zit je zo. Dan zit iemand die achter je, die ziet iemand. Die is groot. Reflectie van de beamer. Zie je zo'n grote suikerspin. Vroeger deden we dat wel. Nee, popcorn gooit. Ik zal niet dingen halen, nee. Geen suikerspin halen tijdens de film. Dit is echt zoet, man. Veel te zoet. Ik vraag me ook af, wie heeft dit ooit bedacht? Ik gooi suiker in een pot en ik laat het snel draaien. Zou zo'n hele zak suikerspin... in één glas water kunnen. Weet je wat? Dat kunnen we proberen. Pak de water erbij. Hoeveel kun je erin? Hoeveel kun je erin? Juist. Doe zoveel mogelijk erin. Zoveel mogelijk. Kijk tot hoeveel je wordt gevuld. Ja, zo genoeg water. Zo. Ja, want het gaat... Ik zou bijna zeggen, het gaat omhoog. Maar... Nee, maar kijk, er zit een laag suiker in, zeg maar. Ja, dus hoe ver kunnen we gaan tot die gevuld is? Sneller. Nee, meer. Alles gaat erin. Douw erin. Kijk, douw erin. Dit hele snacksegment is uit de hand gelopen. Kijk uit dat je niet omstoot, hè. Al dat apparatuur helemaal nat en suikerig. Jongens, dit gaat... Kijk, het is zwart. Ja, maar dat is ook, hè. Zwart is alle kleuren bij elkaar. Is zwart. Doe die verpakking erbij ook er gewoon erin. 255 keer 250 jongens, 50 keer 255, jongens. RGB. Is ja, wit. Nou, je water gaat wel omhoog, hè? Kijk, zie je dat? Ja. Dat was nog niet zo vol. Nee, maar hij is zwart. Dat gaat nergens over. Even nog. En zo heel gelukkig zit erin. Hier, nog een beetje. Hier. Nee, nu wil ik even. Nee, maar voor de luisteraars. We zitten de hele verpakking. Hebben we dus in een glas met water gedaan. Heb je een roerstaafje ergens? Ja, daar. Ja, daar. Ja, wacht even. Pak zelf een roerstaafje. Je denkt toch niet serieus dat ik dit ga handen? Dit is toch helemaal uit de hand gelopen, hè?
Ja, maar dit kan best lekker zijn. Dit kan toch best lekker zijn? Ja, dat is gewoon een ranja. Alleen, jongens, misschien is kleur een beetje raar. Ga je hem atten? Ik ga hem niet atten. Nee, wel even een slokje. Ja. Ik wil wel even proberen, ja. Ik heb nog nooit iets... die kleur... Ja, los daarvan. Heb je ooit zo'n snacksegment gezien? Dit gaat nergens over. Zijn. Hop. Atten. Het ruikt lekker, oprecht. Ja, geloof ik wel. Het is gewoon zoet. Ja. Het is gewoon suiker in water. Zo. Jezus. Besef, hè. Kijk. Het is lekker. We hebben echt twee kleine hapjes gehad van het cotton candy spul. En hij is nu op. jongens. En dit is zoet. Dit is gewoon... Niet normaal. Je hebt er 60 gram suiker in gedaan nu. Gewoon een soort van... Nee, joh. Ja, 50 gram of zo. Dit is gewoon iets meer dan een glaasje cola. dit is gewoon oranje met te veel oranje. Nee, dit... Nee, Oren, nee. Wat? Jij komt met het idee dat we moeten drinken. Ja, ik vind het niet erg, hoor. Het is niet echt... Nou, het is niet lekker, nee. Er is te veel gemixt kan smaken. Het is veel zoet. Jongens... maar die kleur is ook niet echt aantrekkelijk. Dat was het snacksegment. Als we de volgende week nog zijn... Proost! Tot de volgende keer. Ja. Volgende keer... laten we gewoon een snacksegment doen wat we in water kunnen doen. Gewoon elke keer... wat kunnen we in water doen? Will it blend? Ja, oh, pizza punten. Maar weet je wat het mooiste al zijn? Dat we nou over 2 minuten staan te praten... en dat in één keer met zo'n tafel aflossen. Suikerdip. Suikerdip. Nou, Hakan, bedankt weer. Het was echt lekker. Ik denk dat ik zo even... ja. Dit leggen we even hier neer. Ja. Nee, top. Top. Laten we doorgaan naar de volgende film. Yes. Jongens, we zijn bij de laatste film aangekomen. En dat is David Fincher's The Killer. Jongens, één woord. Mirza. Ja, rustig. Rustig. Nee, rustig was te maken. Ja, te rustig. Ik zeg... masterpiece. Nee, verrassend. Nee, ook niet. Verrassend. Goed. Ja, zag je weer goed. Goed. Nee, ik heb er niet zo heel veel woorden voor. Ik ben blij verrast. Ik had er sowieso al wel wat verwachtingen van. Maar het is gewoon weer goed. Maar dan gaan we even kijken naar top of flop. Meneer, zoals zei top. Ja, nog steeds top. Ja, okay. Ik zei ook top. Hakan was er niet bij. Maar top, ik sta nog steeds achter mijn woorden. Waarom? Wat zei jij? Jij zei rustig. Rustig. Ja, waarom? De film... De eerste 10 minuten was lekker slapen voor jou. Ja, dat was heel rustig. Waarom was je zo moe? Bij Freddy's was je ook zo moe. Bij Freddy's... Jij was zo moe dat je gewoon thuis bleef slapen. Jij was er niet eens. Ging je naar Amsterdam of zo? Was dat niet zo lang? Oh, shit. Alsjeblieft, hou op. Maar late nacht gehad daarvoor. Nee, maar weet je, ik snap wel. Het begin was heel erg traag. Maar het begin is ook super belangrijk. Het begin is belangrijk. Het begin is super belangrijk. Ik heb belangrijke punten wel gezien, gelukkig. Je krijgt in het begin gelijk de killer. Want hij heeft geen naam. Hij is gewoon de killer. Mm-hmm. Zo staat hij ook op internet. Precies. Klopt. Daar kwamen we dus later ook achter. Hij heeft geen naam. Kijk eens op internet wat er staat. Er stond gewoon letterlijk de killer. Maar hij heeft dus geen naam. Maar waarom het begin zo belangrijk is. In het begin leer je hem echt kennen. En leer je gewoon hoe... je hoort het ook eigenlijk al in de trailer. Stick to the plan. Don't improvise. Anticipate. Don't improvise, dat was het. Show no mercy. Show no mercy. Forbid empathy. Dus dat zijn al die dingen wat je daarin terugziet. Dus hij kijkt door het loepje. Die man gaat van links naar rechts, van links naar rechts. Hij gaat niet anticiperen, of hij gaat niet improviseren, maar hij wacht gewoon af. Hij anticipeert. Hij volgt een stappenplan. Ja, hij heeft gewoon dagenlang geduld. Hij blijft zijn hartritme volgen. Hij doet gewoon rustig aan. Hij kan zijn hartritme verlagen. Dus op die manier leer je de killer kennen. En dat is eigenlijk een belangrijk element voor de rest van de hele film. Okay. Ja, want hij neemt dan uiteindelijk de shot. Die shot, omdat er iemand anders voor stond, is mislukt. Waardoor er eigenlijk in één keer een hit wordt geopend op hem. Ja. Dus hij is de hitman, maar er wordt in één keer een soort van bedrag betaald om hem te vermoorden. Dus gaat hij achterhalen wie erachter zit. Maar gedurende het proces dat hij bijvoorbeeld probeert te achterhalen wie de killer is, of wie de opdrachtgever is, krijgt hij eigenlijk allemaal elementen voor geschoteld.
En dan komt eigenlijk dat beginfase wat je hebt gezien. Hè? Dus wat hij zegt gewoon... ik kan misschien één voorbeeldje geven op kantoor. Kantoor? Daar boeit hij bijvoorbeeld één die vrouw boeit hij vast. Oh ja. Kijk, weet je, dat heeft Fincher ook heel goed gedaan. Want wij zijn de film aan het kijken. En wij zeggen van, oh, dat is zielig voor het vrouwtje. Dat is zielig voor het vrouwtje. Maar wat is zijn regel? Show no mercy. Nee, geen empathy. Geen empathy. Dus geen empathie tonen voor die persoon. Terwijl wij denken van, oh, dat is echt zielig. Dat gaat echt zielig worden. Is het voor hem heel belangrijk dat hij geen empathie toont. En dat hij gewoon stick to the plan. Yeah. En dat is het. Als je gewoon aan de plan houdt, dan is dat gewoon geen probleem. Klopt. En je mag dus geen empathie tonen. Je moet niet afwijken. Hè? Blijf aan het plan. Don't improvise. Niet improviseren. Ik ben in één keer het Nederlandse woordje vergeten. Maar dat is gewoon gedurende de hele film. Is dat gewoon key element? Hij heeft gewoon een vijfstappenplan, soort van. Ja. Ik weet niet of het echt vijf stappen zijn. Maar ja, voor de perfecte assassination, weet je. Ja, oké. Hij laat geen getuigen achter. Ja, vertel mij. Hij laat geen getuigen achter. Oké. Hij toont geen empathie. Ja. Hij heeft geen medelijden met je. Ja. Ja. En hij gaat niet improviseren. Hij heeft gewoon... Dat doet hij dan wel. Hij doet niks. Hij heeft een heel veel geld. Hij heeft een mooi huis. Hij heeft inderdaad een mooi huis. Ja. Jezus. Nee, maar daar gaat eigenlijk de film over. De hele dingen zit achter hem aan. Omdat hij één hit heeft gemist. Eigenlijk heb ik ook helemaal niks gespoild. Los van het dametje. Ja. Heel veel verteld. Nee, maar als je gewoon de trailer kijkt, dan weet je het al. Want ja, hij mist een hit. En vervolgens wordt hij komt de target. Komt de verzekering. Voor dat hij iets heeft verpest. Ja. Ja. En dan komt hij uiteindelijk achter dingetjes. En dan zo op. Ja. Hey, ik heb een vraag tussendoor, jongens. Ja. Want dit is van David Fincher. En die kennen we van Gone Girl, Zodiac, Fight Club, Seven. Seven, is deze film dezelfde kwaliteit? Raakt hij ook het niveau? Hij heeft, of niet? Nee, niet beter dan Fight Club. Dat zijn Seven, Fight Club en zo. Dat zijn misschien wel... Seven sowieso is echt bizar gewoon hoe je op het idee... Die hebben we toen een keertje besproken. Zeker, Seven, dat was echt bizar gewoon hoe je dat hebt verzonnen. Heb je Seven besproken? Ja, in het vorige format toen vorige, met Erdem nog. Klopt, daar was ik niet bij. Was een andere dat setting. Dus net zeggen, want voor mensen die dat dan nog niet weten. We zaten eerder met iemand anders. En wij deden als het ware elke week 3 films. Iedereen nam 1 film mee. En dan bespraken we op die manier. Maar nu doen we nieuwste films. Ja, daar bespraken we ook Seven. Maar Seven was echt bizar. Bizar goed, man. De 7 zondes van christendom was het volgens mij. Ja. Wat was het? Ik weet het niet alle 7, daar niet van. Maar. Ja, gewoon greed, noem het maar op. En dan dat heeft hij dan heel mooi in een verhaal gestoken. En dan Fincher die heeft het dan ook weer gewoon geweldig mooi tot leven gebracht in een film. Mm. Maar hij heeft wel gewoon... Die elementen van die fast pace, dat uptempo. Ja. Ook een bepaalde sound heeft Fincher altijd in zijn muziek. Dus dat komt wel gewoon hierin terug. Ja, en wat Fincher maakt is gewoon het kleurenpalet. Dat is gewoon dat donkerblauwe, groenige. Dat zag je ook heel en dat goudgelige. En dat, ja, voor de mensen die dat niet weten, Fincher die houdt. Dat vertel ik ook gewoon direct aan de kijker. Want Fincher die houdt niet van Sony's Magenta. Dat zegt hij. Sony's Magenta is gewoon eind jaren 80 of zo. Begin 90 is dat door Sony. Een soort van extra geboost in kleuren. En dat zorgde eigenlijk voor dat iets wat levendiger, wat gezonder, wat vrolijker uitstraalt. Maar het is niet realiteit. Hij zegt, daar houd ik niet van. Dus ik schroef altijd die Magenta een beetje terug. En werk vooral met dat groen-gelige. Dat groenblauwige en dat goudgelige. En dat is eigenlijk een beetje het heilige handelsmerk geworden van Fincher. Zo kun je alle films van Fincher terugkijken. Je zal hetzelfde steeds weer terugvinden. Het zij Seven, het zij Zodiac, het zij Gone Girl. Gone Girl al die films. Fight Club ook, precies hetzelfde. Dus het is wel gewoon echt een Fincher handelsmerk. En succesvol. En succesvol, ja. En als jullie niks te vertellen hebben, dan ga ik gewoon door, hè? Nou, ik ben echt meer aan het wachten op totdat jij een keer klaar was. Oké, doe maar. Wat wil jij vertellen? Fincher, jongen. Echt goud. Ja, Fincher is goud. Goudgeel. Goudgeel. En een beetje donkerblauw groen. Maar nu heb ik wel spijt dat ik hem niet heb gezien. Nee, het is een goede film. 10 november op Netflix, jongen. Yes. De reden dat ik eigenlijk rustig zeg is... hij staat als genre actiefilm. Ja. Ja, het is ook actie. Maar het is heel rustig. Het is gewoon kalm. Je ziet, volgens mij is er echt één vechtscène.
Ja, maar actie hoeft niet per se gewoon 90 minuten voor... Maar heel veel mensen, als je actie zegt, dan denk je van... Oké, dat gaat gewoon 90 minuten. John Wick. John Wick. Expendables 1, weet je, op die manier. En, maar ik denk dat dit ook echt een film is voor liefhebbers, man. Ja, het is een goede film, hou je niet film, van films, ga er niet naartoe. Nee. Dus dat is dan gelijk mijn keuze. Als je zo'n moment die naar de film gaat voor actie. Er moet heel veel gebeuren, het verhaal moet pakkend zijn. Is dit geen film voor jou? Het is wel vrij eenvoudig te volgen. Ja, het is heel eenvoudig te volgen. Dit, maar het is tegelijkertijd ook weer goed opletten. Je ziet wel heel veel, maar er zit zo'n achterliggend ideetje tijdens het maken van een script. Klopt. Maar ga door. Ja, zoals ik zeg, het is, hij bouwt alles heel rustig op. En de killer die praat bijna niet. Nee. Dat is me ook opgevallen. Hij praat niet. Het gedeelte waar er wordt gesproken, is het eigenlijk, lijkt het alsof het verhaal al gebeurd is en dat hij aan het uitleggen is van wat hij heeft gedaan. Dat je hoort op de achtergrond de stem meepraten. Hij heeft denk die ik... Die dingen uitlegt. Hij heeft Killers of the Flower Moon gekeken. Daar zeiden ze toch ook. Dus over die Osei-stam van... ze praten niet veel, ze luisteren vooral. Ja, en dan praat je in een ongemakkelijke situatie... Ja. Waardoor je te veel vertelt. Ja, goede tactiek. Ja, dat doet de killer dus ook. Ja, ja, ja. Nee, ik was de eerste keer dat ik echt zo'n film heb gekeken. En ik vond het echt een topfilm. En echt goed. Michael Fassbender. Michael Fassbender ben ik wat overigens ook jouw favoriete film. Next Goal Wins. Ja, ik zeg wel jouw favoriete, maar je bent er ook enthousiast voor, net als zeker, ik. Zeker, ja. Wanneer komt die eigenlijk? Die is afgelopen weekend, was hij schijnbaar in Leiden al te zien geweest. Oh, die moeten we kijken, man. Ja, maar ik had geen tijd om naar Leiden te gaan. Dus Leiden was nog veel meer films te zien. Was een filmfestival gaande. Oh, zo. In Leiden? Ja, mei-december was bijvoorbeeld in Leiden te zien. Next Goal Wins was al te zien. Poor Things was daar inmiddels al te zien. Nuri Bilge, dan heb je dan als Turkse regisseur best wel groot. Die heeft een nieuwe film, die was daar al te zien. Mm. Dus heel veel films waren daar in première gegaan. Nice. Dus ook Next Goal Wins. En Next Goal Wins is, ik had het even opgeschreven, gaat over een Amerikaans Samoa team. Die 31-0 om de broek hadden gekregen. En daar was Thomas Rongen, een Nederlandse trainer, die zei... Ja, eigenlijk leert voetballen, zodat ze een keertje een wedstrijd kunnen winnen. En daar gaat de film over. En geregisseerd door Taika Waititi. En Jojo Rabbit, Taika Waititi. Nog een kijktip, geslingerd erachteraan. Jojo Rabbit is ook leuk. Ja. Gaat over een jongen uit de Tweede Wereldoorlog. En die heeft dan een vriend. Maar die vriend is niet fysiek, die vriend is in zijn hoofd. En dat is dan Adolf Hitler. Maar dat gaat eigenlijk over de naïviteit van een kind in de oorlog. Fijne vrienden heb je dan. Gaat over naïviteit van kinderen in de oorlog. Dus de killer, geweldig. De cijfers liggen er niet om, hè? Ik kan nog een uurtje over gaan. Nee. Maar ja, mocht je een bioscoop gemist hebben, hij is over 5 dagen, wanneer de aflevering online is, over 4 dagen is hij te zien op Netflix. Ja, vrijdag 10 november. 10 november. Ja. Conclusie en rating. Of ja, laat ik althans eerst over de cijfers erbij pakken. Interim Movie Database 7,4. Tomatometer 89%. Audience score 82%. Letterboxd 3,7. Ja, maar dat komt dan weer terug van... Kijk, Tomatometer is heel vaak 100%. Dat weten we. Maar de Tomatometer is in dit geval iets hoger dan de audience score. En dat is gewoon... Ja. Die experts die kijken dan gewoon naar heel veel technische dingen. En technisch is het gewoon goed. Is heel goed. Ja. Heb je nou mijn pen genakt? Geef je zien. maar jongens, conclusie en rating, man. Nou, daar kan ik heel kort over zijn. Maar wat jullie allemaal hebben verteld, lijkt me echt een supergoede film. Wat vond je van de trailer? Nee, maar ook de cijfers, als ik ze ook bekijk. Ik ga hem zeker sowieso gelijk. Ja, jij kan eigenlijk geen cijfer geven. Nee, ik kan geen cijfer geven. Hakan, jij? Ik geef het een 4, man. Een 4? Ja. Ik had ook een 4 staan. En ik denk dat ik al best wel veel heb verteld. Dus ik hoef het niet nog meer te vertellen, denk ik. Geen conclusie. Nou ja, ik denk dat ik ook al... David Fincher's The Killer krijgt van ons 4 sterren. Ja, jongens. En daarmee hebben we alle films besproken. En zijn we aangekomen bij Top or Flop. Jeetje. Top or Flop. Ja, we hebben geen tune, dus doe ik het maar. Moet dan een jingle maken. Maar Top or Flop, het concept waar je alleen Top or Flop mag antwoorden op de volgende films die we de volgende aflevering gaan bespreken. En we beginnen met film 1. En dat is Jim Tai Hutu's Hardcore Never Dies. Top. Top. Ik ook top. Antwoorden zo. The Marvels? Flop. Ja, flop. Top. Ja, moet ik. The Hunger Games. The Ballad of Songbirds and Snakes.
Top. Flop. Flop. Of top. Ik zeg top. Oké, okay, jongens. Film 1, Hardcore Never Dies. We zeiden alle drie top. Nou ja, we hebben de story gezien. Hij wordt flink afgemixt nu op dit moment in de studio. Als het niet voor de film is, dan is het gewoon echt Voor de muziek en voor sound effects. Ik denk maar dat wat hadden ze geadviseerd? Pathé wou... Ja, dat stond erbij. Ik weet niet in hoeverre waar het is. Maar er staat erbij van Pathé overweegt gehoorbeschermers mee te geven. Maar ik kijk er zeker naar uit. Het is Jim Tohutu is altijd wel een beetje een verrassende verhaal. Niet dat standaard wat Nederland altijd wil zien over drugscriminaliteit en zo. Maar ja, het is ook een grote subcultuur in Nederland, hardcore. Dus zeker. En dan moeten ze ook, zeker als daar de film over gaat, dan moeten ze daar echt een film over hebben. Ja, zeg maar. Dus en gaan wij in Australië trainingspakjes, ja of nee? Ja, ja. Top. Ja, zeker. Ja, is goed. Ja. De Marvels, ik ben verrast over Hakan's antwoord. Marvel die stelt me laatst een beetje teleur. Nee, Marvel, ja, maar Marvel heeft oprecht ook laatst, was het ook in het nieuws, toch? Dat Marvel aan tafel wil gaan om even kijken naar wat de nieuwe plannen zijn. Want Jonathan Majors, die is inderdaad ook, zou eigenlijk de aftrappende film zijn voor het nieuwe chapter. Ja. Alleen die film was dan al deels gefilmd en blablabla. En hij is nu vervolgd en gaat vervolg worden. Daar gaan ze over bespreken. Maar ook over de kwaliteit dat gewoon echt is afgenomen. En de vertrouwen van de consument ook is afgenomen naar Marvel is het toe. Ook. Is het ook. En tegelijkertijd ook alle stakingen. Dus ze zijn weer gewoon bij elkaar gekomen. En ja, ze zijn aan het kijken van wat gaan we in het vervolg doen. Jij zei ook flop? Ja, weet ik het. En ik zei top. Ja, je moet mij niet vragen over de Marvels en zo. Weet je, ja, ik moet de antwoord geven. Maar de Marvels klinkt meer voor mij als een Amerikaanse sitcom over een familie of zo. Welkom de Marvels. Jawel, man, kom op. Dat is Marbles. Dat zijn knikkers. Ja, ja. De Hunger Games, jullie zeiden... Hakan zei top? Ja. Mirza zei... Flop. Flop. En ik zei... Top uiteindelijk. De Hunger Games is een franchise, toch? Ja. Is een franchise. Ik heb er nooit gekeken, trouwens. Wel? Ik heb volgens mij deel 1 gekeken ooit. Nee. Maar ja, je kent me inmiddels. Daarna stopt het. Maar het was leuk voor één keer. Maar ik denk wel van... De echte fans, die kijken er naar uit. Als ik zo kijk naar wat voor een hype er rondom hangt. Zelfs Pathé, die heeft een hele dag vooruitgetrokken volgens mij. Kan je nu al tickets reserveren. Ja. Dat je 's ochtends of zoiets begint met de eerste deel, tweede deel, derde deel. En dan de derde deel, deel 2. En dan is het 12 uur nacht. En dan mag je naar de nieuwste dus Hunger Games film. Welke deel is dit dan? Dit is gewoon een spin-off, een prequel van de Dit gebeurt Hunger een paar Games. Jaar na de laatste. De voor. Okay. Dit is een prequel. Oké. Okay. Dus dit gebeurt 100 nog wat jaar voor. Dit is waarschijnlijk het begin van de Hunger Games. Dit is nog voor ver het, voor het zal wat vast je hebt wel, gezien. Het vast wel een toevoeging hebben aan de originele serie. Ja, het is gewoon eigenlijk gebaseerd weer op het boek. Maar er zijn heel veel fans voor. Maar ik denk dat het, ik denk dat het kwalitatief wel goed zal zijn. Ik zei ook maar gewoon, ik hou er eigenlijk niet van, maar ik zei ook maar gewoon top voor deel 1 en 2. We gaan het voor de diversiteit hier. We gaan het zien. Jij zei top? Ik zei top. Je hebt er wel zin in. Ik heb. Jij houdt van sci-fi. Ik hou van sci-fi, klopt. Ik heb deel 1 en 2 gezien, dat vond ik ook leuk. Ja. Alleen, het is niet zo dat ik hier al maanden op sta te wachten of zo, maar het lijkt me een leuke film. Okay. Ja, ik hoop niet dat het zo'n film is waarbij je de eerste 5 delen moet gezien hebben. Dat lijkt me ook zo. Nee, het is ook een prequel. Nee, maar het is net een prequel. Het is net als Undercover. Vooraf. Ja, oké. Okay. Ja. Dit is gewoon het begin. Ja. Dus dat zijn de films voor de volgende aflevering, jongens. Yes. Yes. Dan gaan we afsluiten. We zijn wederom aan het einde gekomen van een nieuwe aflevering van de Videocorner. Heb jij genoten van de aflevering? Vergeet dan niet te abonneren. We zijn te vinden op YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Terwijl je daar aan het chillen bent op onze pagina, zowel op YouTube, Spotify of Apple Podcasts. Kun je een review achterlaten, like de video, plaats een comment en deel de podcast met je vrienden. We zijn ook te vinden op verschillende social media kanalen, waaronder andere Instagram, TikTok en Facebook. Op Instagram en TikTok heten wij @thevideocorner. Op Facebook zijn we te vinden onder The Videocorner. Volgende week zondag zijn we weer terug. Volgende week maandag zijn we weer terug met een nieuwe VHS-episode. Aanstaande vrijdag kunnen jullie weer stemmen op onze Instagram, op welke film wij moeten bespreken. Jongens, bedankt voor jullie aanwezigheid. Jij ook bedankt. Jij ook bedankt. Luisteraars, bedankt voor het kijken / luisteren. En dan zien we jullie volgende week bij een nieuwe VHS review. Yes. Tot dan. Yes. Doei doei. Hasta la vista, baby.
Heb jij genoten van onze aflevering en wil jij graag adverteren in een van onze podcasts? Dat kan. Mail dan naar adverteren@back-corner.nl.